De afgelopen dagen hadden wat weer betreft ook prima in de juli maand kunnen voorkomen. Het was hoge zomer in Nederland en het kwam zelfs tot een bijzondere hittegolf, een regionale hittegolf, en dat in september. En ook vandaag was het nog warm, overwegend zonnig, en werd hier nog wat verkoeling gezocht aan de waterkant. Maar als je dit soort wolkenluchten vandaag hebt gezien, heb je misschien al wel een beetje aangevoeld dat er iets van een omslag zit aan te komen. En dat in de vorm van regen- en onweersbuien. Ik zei net dat het vandaag overwegend zonnig was. Dat was ook voor een groot deel van het land weggelegd. Maar aan het einde van de ochtend kwam er een pakket met bewolking vanaf de Noordzee opzetten. En dat bereikte de uiterste westelijke delen van Nederland. Dus 90% van het land had met zonnig weer te maken. Maar in de kustgebieden keek je dan toch tegen die laag bewolking aan. En als we dan nog even naar het uiterste zuiden van dit satellietbeeld kijken, zien we boven Frankrijk ook wat bewolking liggen. En dat is de voorzijde van die regen- en onweersbuien waar wij ook mee te maken gaan krijgen. En dat gaat eigenlijk een beetje in twee etappes. Het eerste deel is voor vanavond weggelegd en de nacht van maandag op dinsdag. Vanuit het zuiden is de bewolking aan het toenemen en uit die bewolking kan af en toe al wat lichte regen of een enkele bui vallen. Vooral boven de zuidelijke helft van het land, en in de loop van de avond en nacht trekken die buien dan wel in activiteit afnemend richting het noordoosten weg. Dinsdag overdag is het dan lange tijd droog en weet de zon ook af en toe wel weer wat gaten in die bewolking te vinden. En later op de dag, in de namiddag en avond, komen vanuit het zuiden dan die tweede etappe aan buien onze kant op. En zoals het er nu naar uitziet, zijn die buien vooral ook weer voor het oosten en zuidoosten voor het land weggelegd. En pakken die iets zwaarder uit in vergelijking met de buien van maandagavond. Dat gaan we nog even in de weerkaart met de symbolen bekijken. Vanavond dus vanuit het zuiden toename aan bewolking. Het is ook iets minder warm in vergelijking met die vorige avonden. Zo'n 22 tot 24 graden op de meeste plaatsen. En vanuit het zuiden dus wat lichte buien, mogelijk al met een klap onweer. En de wind is naar het westen gedraaid en zorgt er al voor dat die aanvoer van koelere lucht op gang komt. In de nacht trekken die buien dan weg naar het noordoosten. Komen er ook wat opklaringen voor tussen de buien door. En dan koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen overdag dus lange tijd droog. En langs de oostgrens kan het met een droog en zonnig weertype zelfs nog 25 graden worden. Maar vooral in de namiddag en avond in het oosten van het land dus weer regen- en onweersbuien. In het westen blijft het overwegend droog met dus een wisseling van zon en wolken. Daar zo'n 23 graden. En de wind is geleidelijk aan het draaien naar het noorden. Zorgt ervoor dat we woensdag en donderdag iets lagere temperatuur hebben. Maar als we dan even wat verder vooruit kijken, zien we dat het tijdens het weekend weer een klein beetje warmer gaat worden. En dan blijft het ook droog met flink wat zonneschijn.